Wij moeten ook voor onze centen hard werken en zuinig op zijn. Dus graaiers moeten heel snel wegwezen. Meneer Hoekema is afgetreden als burgemeester. Hij en zijn vrouw Marleen Bart kwamen in opspraak wegens een aantal financiële misstanden. Terecht dat hij is afgetreden? Ik denk het wel. Kijk, hij ging te veel verkeerd. Ze, eerst met die verhoging, de verlaging van de huurverlaging. Toen met die gouden handdruk die hij kreeg. Ja, het is te veel. Ja, lekker stel. Ja. Ik vind het wel jammer, want ik heb hem ervaren als een sympathieke man. Vindt u het terecht dat hij de eer aan zichzelf heeft gehouden en is afgetreden? Ik ben bang dat hij daartoe gedwongen is. En ik vind het niet terecht dat hij daartoe gedwongen is. Ik vind het ook heel erg jammer voor Langendijk, want we hebben er een goede burgemeester aan gehad. Hij gaat weg, dus opgeruimd het netjes. Bent u blij dat hij is afgetreden? Ja hoor, weg ermee. Ja? Ja hoor. Ik krijg sterk de indruk dat hij erin is geluisterd. En wat de reden is, weet ik niet. De linkse partijen schreeuwen natuurlijk al het hart van de daken. En het is ook zo dat dat is een algemeen gezegde van links lullen en rechts vullen. Hij heeft 18.000 euro meegekregen. In een ambtswoning is hij blijven. Ik dat. Toch? Dat is gewoon geld waar hem niet toe komt. Dus dat moet hij dan verboeten. Hij is opgestapt. Heel wijs. Heel wijs van die man. Dan heb je in ieder geval zijn conclusie getrokken dat hij dus flink fout zat. Wegwezen. Graaiers er hoeven. Wij moeten ook voor onze centen hard werken en zuinig op zijn. Dus graaiers moeten heel snel wegwezen. Er zijn ook wel mensen die zeggen van, ik vind het een graaier. Hij gaat met 18k toch belastinggeld er vandoor. Ja, er zijn altijd mensen die het licht in een anders ogen niet gunnen. Dat klopt. Dus u steekt uw hand voor hem in het vuur? Ik steek nog steeds mijn hand voor hem in het vuur. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen uw mening enigszins met verbazing zullen beluisteren. Ik kan me dat voorstellen. Aan de andere kant, hij had ook zijn mond kunnen houden en daar blijven werken. En het beroerde is, de heer Hoekema, hoe hoog of ik hem ook acht, is daarin naïef gebleken. Als hij was blijven zitten en zijn mond gehouden had, had hij het gewoon opgestreken. En dan had het opstrijken geweest. Dus als hij het eerder had teruggegeven, was er niks aan de hand geweest? Nee, maar dat zijn van die dingen die je inderdaad ten onrechte vergeet. En mag hij wat u betreft terugkomen als burgemeester? Het is een betrokken burgemeester bij Langendijk. Een oprechte burgemeester die met meningsverschillen om kan gaan. Dat het een graaier is, maakt niet uit. Het is geen graaier. Graaiers zijn degene die met 4 ton weglopen. En nooit. Kruimelgraaier. Dat is het erge. Een kruimelgraaier. En ja, hij heeft zich laten pakken.